Maar dan gaan we weer de scoren. Dat is net. Die was een dubbele prachtige punten. Score voor de laatste. Sneller kijken we naar het optreden van de Zwitser Benoit Jonier met de Lien Pes. Ik heb de uitslag voor Joris van Spek met Limestone. Voor België reed hij. De jury bij C waardeerde dat met 165 punten. De jury bij B met 166. Dat geeft 331 punten in totaal. Gemiddelde van 66,20 en 50,7 aan strafpunten levert hem voorlopig de 11e plaats in het klassement. De score van Belgian rijder Joris van Spring. Judge at C, 165. Judge at B, 166. A total of 331. Oh, sorry. 66.20 average, 50.70 penalty points and so far in 11th position. Er komen heel wat ruiters uit Moulin Rouge aan de start, dames en heren. We gaan nu kijken naar Alexander Famido. Hij rijdt Gelios. Is een trakener die afstand van Stik. Dan Plataan in de moederlijn, de nummer 45. Voor Moulin Rouge nou, Alexander Famido. 366. Thank you.